Aardgas is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, maar in 2022 schommelde de aardgasprijs sterk. Gelukkig zijn de vooruitzichten rooskleuriger, vooral omdat bio-LNG met een nog milieuvriendelijker oplossing komt. Met betrekking tot de productie van bio-LNG in België hebben wij inderdaad een project op stapel staan. Dus in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Europese Unie en van de United Nations gaan wij dus bio-LNG inderdaad produceren in België. Het gaat over een installatie die we in Genenhoven zullen plaatsen. It's quite unpredictable. It started all very clear and all well in 2010 when we launched the LNG Blue Corridor. But today, of course, there's a political debate on zero emission vehicles and phasing out the combustion engine. We saw that the decision was taken on light duty vehicles. And now the big question is what's going to happen on trucks. And the European Commission is currently reviewing the CO2 regulation for heavy duty vehicles. And that will be the moment where we will see. De laatste tijd is het inderdaad, zeker met de gasprijzen die inderdaad sky high gaan, is het inderdaad een heel moeilijke periode momenteel voor met gas te blijven rijden. Tot zover het algemene kader. Maar hoe zit het met België? Bon, le LNG représente actuellement à peu près 1000 camions hein, LNG. Et il y a également 22 ou 23 stations LNG qui tournent aujourd'hui en Belgique. Bio-LNG est déjà une réalité en Belgique grâce au système mis au point au terminal de Zeebrugge. On peut déjà délivrer du bio-GNL. Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il faut de la production de bio-GNL en Belgique et des projets sont sur la table, vont se développer dans les prochaines années. Donc il y aura du bio-GNL produit en Belgique en abondance dans les prochaines années. Bio-LNG wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en heeft een mooie toekomst. Het goede nieuws is dat het ook lokaal zal worden geproduceerd en dit zal zeker een impuls geven aan de hele gassector in het transport. At the moment the prices are of course hitting the industry very very hard and for a transport operator it's the TSO. As long as there's transport demand, I would say there is a role for LNG. And it's particularly for heavy-duty vehicles, long distances, heavy cargo. Bio-LNG en CNG zal zeker een boost geven, aangezien het een cleaner en properere gasvorm is, die daar ook CO2-neutraal is. De toekomst van LNG in het wegvervoer is dus verzekerd. En dit zal vervoerders die momenteel deze milieuvriendelijkere brandstof gebruiken, geruststellen. Le prix du bio-GNL aujourd'hui, il est 60% moins cher que le prix du CNG ou du LNG classique, donc c'est une bonne nouvelle et on pense que ce prix va rester bas dans les années à venir. Ja, wij blijven geloven in LNG. We hebben ook een nieuwe bestelling gedaan van 18 voertuigen LNG. Dus we blijven erin geloven, zeker op lange termijn, omdat inderdaad de prijs, denk ik, in de komende jaren toch wel weer zal dalen.